Hier zitten gewoon die ijzertjes, deze. Zo trek je het er zo weer uit. En laat je het lekker open en kan doorwaaien. Dit is dan 5 euro. Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag is het zaterdag. Mijn naam is Tineke en ik ben van het kanaal Een Vloggende 50-plusser. Wij zijn op de boot, zoals jullie zien. Wij hebben al de spullen ingeladen. De koelkast zit al vol. Ja, we gaan er weer een lekker weekendje van maken. Het wordt mooi weer. Daar ben ik heel blij om. En we moeten even zien waar we uitkomen vandaag. Ik vermoed wel dat het heel druk is al op het water, want een groot gedeelte van het land zijn toch ook al de vakanties begonnen. Dus we maar even zien of we ergens een leuk plekje kunnen krijgen. Maar jullie gaan met ons mee. Gezellig! We zijn aan het varen. We zijn eigenlijk in eerste instantie richting Oude Venen aan het varen, maar ik heb de indruk dat het vreselijk druk is. Want het is heel veel boten op het water. En heel veel mensen hebben al vakantie. En aangezien heel veel mensen in Nederland blijven en heel veel mensen aan het varen zijn, ja, waar gaan we altijd heen? Altijd richting Oude Venen, Eerdewoude. Dat zijn wel de plekken waar de mensen heen gaan. Maar goed, we gaan het meemaken en anders gaan we gewoon een ander plekje zoeken. Net een berichtje gezien van de grote gezinsvlog. Iedereen die was toch wel een beetje bezorgd om hun, want de reacties onder hun vlog staan uit. Nou ja, die zitten natuurlijk in Limburg. En, maar die hadden dus een berichtje gestuurd dat alles goed was met hun. Maar ik kreeg net dan een berichtje terug van ja, onze vrienden en familie, daar gaat het niet goed mee. Die hebben wel last van de wateroverlast, dus sommigen moeten helemaal opnieuw beginnen. Dus ja, alle sterkte voor die mensen. Het is ook verschrikkelijk. Ik zag het vanmorgen opnieuw zo weer daar in Valkenburg. En oh jongens, en daar in Duitsland al die doden. Het is een rare tijd. Eerst COVID en dan nog steeds COVID en dan dit erbij. Ja, goed. Het is niet anders. We hebben een mooi plekje gevonden. We zijn niet doorgevaren naar de Oude Venen. Ja, dit is officieel ook Oude Venen, maar waar we eerst heen zouden, hebben we niet gedaan. Want hier vooraan, net even voorbij Grauw, is een heel eiland gebeuren. En er was ook een plekje vrij aan het stijgen. En we liggen gunstig ten opzichte van de wind. Dat hebben we even goed bekeken. We hebben nu de tent zijn we aan het open doen. Dat het lekker door kan waaien. En ik ga eventjes de raampjes hier binnen voorzien van het horretje. En dan doe ik deze allemaal lekker open. Kijk, deze heb ik al open. Dan ga ik de horretjes voor doen. En kan het hier lekker doorwaaien. En dan hebben we een magnifiek plekje, denk ik. Het is alleen een beetje lastige stijger. Het is geen stijger. Het is een balk. Met een zijstijger. Kijk, je kan het wel zien hier. Dit is de zijstijger. En dit is hier. Ik weet niet of je het kan zien. Is dus een balk waar je op moet stappen. En daar zitten dus de palen en daar moet je de lijn omheen doen. Dus, maar deze boot kan je dus mooi er tegenaan doen met de boeg en de hekschroef.
En hebben dus de boot zo liggen dat we precies vanaf het punt waar we er altijd afstappen, dat het met die zijstijger is. Want anders dan kom je er bijna niet af. Sowieso niet met de hond. Dus nou, ik zal de horretjes ervoor doen. En dan, kijk, dit is wel een heel handig systeem. Klem je er gewoon tussen. Heeft de vorige eigenaar gedaan. En, hé? Oké. En, die ga ik er even voor doen, dat het lekker fris wordt hier. Romke? Het is hier lekker fris, hè? Ja. Elke keer moest kijken naar het uitzicht. Ja, magnifiek uitzicht. Ik zal het zo even filmen. Ik ga eens die horretjes er even voor doen. Even kijken, dit is de grote. Allemaal rondjes. Ik zag dat de vorige eigenaar ook bezig was geweest met gordijntjes. Stukjes sky hadden ze er geprobeerd voor te plakken, maar dat sluit dan af, hè? Kijk, als je hier iets tussen klemt met sky. Kijk, en hier zitten gewoon die ijzertjes, deze. Zo trek je het er zo weer uit. En laat je het lekker open en kan doorwaaien. Is dit interessant, die tosti in de pan? Is dat interessant? Wij gaan even een tostietje eten. Het is inmiddels 2:30. We hebben een heerlijk plekje gevonden. Aan de. Nou, aan Pikmeer, ja. Nou, volgens mij is dit de Site. Siteborster E of iets in die trant. En we wachten op antwoord. De wiede E, de lege bok. De lege. Egebocht. Eergebocht. De eergebocht. Goed, we gaan lekker een tostietje eten. En het is hier heerlijk. Ik ga straks lezen. Ik ga een boek pakken en dan ga ik lekker lezen. Wij zijn aan de wandel met Romke. Boot op slot gedaan. En loopt hij dood? Even kijken. Kwart voor 4 inmiddels. Wij hebben al even met Romke gewandeld en gegeten. En meneer hierachter die trekt de ene vis naar de andere uit het water. Van die kleintjes. Het is hier heerlijk. Er liggen hier mensen voor anker. Die zijn allemaal lekker aan het zwemmen. Ik heb geen badpak bij, maar anders ook wel even willen zwemmen. Maar ik denk dat vanavond hier de douches even uit gaan proberen in het bootje. Er zit nog geen douchegordijn voor, dus het moet heel voorzichtig. Maar het putje, dat moet het afvoeren. Dat, we dachten dat het stuk was, maar dat werkt wel. We hebben net uitgeprobeerd. Dus. Ik kan lekker even douchen straks. Heerlijk. Oh, het is zo lekker hier. Uitzicht even filmen zo. En dit is het uitzicht aan deze kant. Heerlijk. Dit is dan €5. Alsjeblieft. Thank you.
Hoi. Een fijne dag. Dankjewel. Graag zo. Nou, proost hè. Oh. Lekker. Half zeven. We hebben nog niet gegeten, want we hebben om 4:55 een borreltje gehad en een hapje. En het begint nou rustig te worden op het water. Het is zo mooi hier. Zo'n mooi uitzicht. Heerlijk. Ik heb op deze plek ook nog nooit eerder gelegen. Dus dat is wel leuk. Wel aan ditzelfde eiland. Aan de andere kant hebben we wel gelegen. Dan ga je hier de vaart door. En dan kom je dan bij allemaal plekjes en dat is hetzelfde eilandje waar we nu zitten. Dus ja, heerlijk. Ik kwam helemaal tot rust. Ik zit te lezen. En Chris heeft even tv zitten kijken. Wat heb je zitten kijken? Formule 1? Ik heb Formule 1 gekeken. Ja. Nou ja, hierachter buren en hiervoor buren. En ja, zo nu en dan komen er overdag wat mensen met sloepjes. En die komen even zwemmen. Hier hebben wat boten voor anker gelegen en die zijn allemaal weer weg. Dus ja, heerlijk. Ik hoop dat we kunnen slapen. Ik heb de slaapmaskers mee. Had ik van de week besteld. Dus... ja. Nou, we zitten lekker eventjes aan de borrel hier. En kijk, in die vorige boot hadden wij een beugel hierop. En er zat verlichting in. Maar dit is gewoon open kuip natuurlijk met tent. En hier hebben we geen verlichting. Dus heb ik even een leuk lampje gehaald, verleden keer. Uit de Action. En er zit een heel mooi warm licht zit erin. Het is gewoon op batterijen. Ze gaan er gewoon... AA batterijtjes in. 2. Dus ideaal. Het is een beetje, ja, het is een beetje scheepslampje. Het is wel leuk. Hier aan de overkant. Heel ver weg ligt een motorboot. En er zitten stukken wat knollen op. En ja. We zijn nu naar binnen omdat het licht brandt. Maar die hebben een hele poos op het dek gestaan. En een muziekje erbij en een polonaise en dans. Maar het is best ver weg, maar dat hoort zo op het water. Dus ja, het wordt nou wel wat stiller. De wind gaat wat liggen. En de maan schijnt al. Nou, heerlijk. We zijn hier nog maar net, maar we hebben het gevoel dat we alweer veel langer hier zitten. Het is zo lekker. Met elk besef van tijd ben je kwijt eigenlijk.
Ontstressen, ja. Ja, echt wel. Goedemorgen, Ron. Goedemorgen, schat. Hallo dan. Lig je lekker in mijn bed? Lig je lekker? Heb je lekker geslapen? Jij wel, hè? Goedemorgen, het is zondag vandaag. Wij hebben lekker geslapen. Deze dingen helpen in ieder geval wel. Het is goed donker. Ik ga de zonnebril weer opzetten, want het is alweer fel. Het is mooi weer, we zitten aan het ontbijt. Deze dingen werken voor mij wel goed tegen het licht worden natuurlijk. Alleen voor Chris is niks, Chris heeft nachtlenzen. Hij zit het drukte tegenaan, dat is niet lekker. Dus die heeft ze niet opgezet. En die heeft sowieso heel slecht geslapen, want die heeft heel erg last van zijn lies. Gisteren al, toen had hij al waarschijnlijk ergens met aanmeren of wat ook een spier verrekt. Ik kan niet herinneren hoe of wat, maar die kan nou amper lopen en die heb ik nu aan de ibuprofen gezet. We hebben eitjes op staan. Ik ben al even met Romke uit geweest. Het is niet helemaal helder, maar het is heerlijk weer. Het is warm. Het waait lekker. Dus, we gaan nou aan ons ontbijtje beginnen. Half elf is het. Ja, lekker man. Lekker rustig aan. De achterburen zijn al weg. De buren hiervoor zijn er nog. Ik zit alweer in de brand. Die vrouw die zat de hele dag in de brandende zon. En we hebben zoiets van, we hebben er helemaal geen behoefte meer aan die brandende zon te zitten. Ook al smeer je je goed in. Nee. Dus. Nou, dat wou ik even vertellen. Soep opwarmen. Wat? Ik zeg, Chris gaat soep opwarmen. Oh. Het is inmiddels 2:15. We zitten hier de hele dag een beetje te zitten, een beetje lezen, een beetje chillen, een beetje hangen. Ja, heerlijk. Het ijsboertje kwam alweer voorbij, maar die hebben we afgewezen. We hoeven natuurlijk niet elke dag hier aan de Magnums, toch? Nee, hoeft niet. En het waait lekker door. Het is heerlijk. Windkracht 3, 4 denk ik. En over een uur of anderhalf gaan we die kant weer uit. Gaan weer richting haven. En is het weekend weer over. Thank you.
Zo. Zo. Oh. En we zijn los, we varen weer. Hier hebben we dus net gelegen. Of gelopen hebben we hier. Zo. Aan het bootje op het water. Nee. Hè? Koud. Koud, hè? Wat aan? Grauw alweer door, of dit is grauw nog. Ik heb in de tussentijd, er gaat een deurtje open wat niet dicht zit. Ik heb in de tussentijd al eventjes de boel een beetje bij elkaar gepakt. De koelkast er leeg. De afwas moet ik alleen nog afdrogen. Dan denk ik, ja, ik moet nog even wat van de omgeving zien. Want, wat wonen die mensen hier mooi zeg. Ik heb altijd ander uitzicht. Schitterend. Mooie huizen. Ja. Lieve mensen, er is weer een eind gekomen aan deze video. Ik heb weer genoeg materiaal. Het is weer een weekendvlog geworden. Ik dank jullie hartelijk voor het kijken. Tik een duimpje op als je het een leuke vlog vond. Abonneer je op mijn kanaal. Dat is die rode knop hier beneden. Dat is helemaal gratis. En dan wens ik iedereen een hele fijne week nog. En een heel goed weekend. Doei doei.